De werkgelegenheidssituatie in de gemeente Arnhem ligt volgens de Atlas voor gemeenten van 2019 onder het landelijke gemiddelde. In de ranglijsten van bijstand, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en armoede scoort Arnhem schrikbarend hoog. Meer dan 14% van de Arnhemse huishoudens leeft in armoede. Dit zorgt voor hoge kosten in de sociale zekerheid, gezondheidszorg en preventie. Arnhem is na Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven de onveiligste stad van Nederland. Het aantal laagopgeleiden ligt in Arnhem iets boven het landelijke gemiddelde. Het aantal arbeidsongeschikten ligt ook boven het landelijk gemiddelde met 10% van de beroepsbevolking. Steden met een grote creatieve klasse zijn volgens de Atlas voor gemeenten ook steden waar de werkgelegenheid meer toeneemt.